eigen paar manier gestuurd. Ja. Hey, dat is een pop, zie je dat? Ja, bijna. Ik heb een jongste. Ik heb je handen op zeggen. Hallo hoor. Ik doe alleen in de ochtend. Voor de jongste erin of zo. Ja. Hele vervelende mensen. Van, ja, die gaan een nachtje. Die blijven daar een nachtje liggen. Ja. Vaak hebben we deze ook gekregen. Ik heb er niks mee gekregen. Alleen wachten. Ja, nog een veiligheidsdingetje. Het zal niet heel veel zijn. Het is niet de bedoeling dat u verboord springt onderweg. Het is niet de bedoeling dat u uw handen steekt onderweg. Het water is koud. Hoeft u dat ook niet meer te proberen. Ja, wat wilt u weten is meer dan mijn vraag. Hoe hard kan ik? 65 km per uur. Wij gaan hier staan. Dan sta je goed. Een peukensnelheid van 34 knopen. 4 knopen, 1,8 km per uur. Om en nabij, terugrekenen, plus minus een paar. Ik weet het nooit helemaal zeker. Gewoon maar uitrollen tussen de 60 en 65 km per uur. Als je Henk ziet. Zometeen bij de kop van de bier gaan we waarschijnlijk met harde varen. Ik ga even graag de handjes vast in de boot. Heeft u paniek, angst of andere problemen, schreeuw, dan zullen wij zo moeten reageren. Ja. Kan wel anders. Ja. Een klein verhaaltje dan maar over de Nicolaas. Nicolaas Wijzenbeek. Dat is de eerste van zijn klasse. Dus vandaar ook de Nicolaas Wijzenbeek klasse. Leuke dubbele naam. Het verhaal achter de naam is wat minder, maar wel zo goed één goede. Nicolaas was helaas de zoon. Overleden in een auto-ongeluk na een zeilwedstrijd. En zodoende dachten zij de zoon te eren door een boot te schenken. Dat was deze. In 2006 hebben wij deze gekregen. De eerste van zijn klasse bestelde in Noorwegen. En die heeft dus de kataan aan de klasse meegegeven. De boot heeft dus een 425 pk import diesel van Volvo Penta. Heeft er achterop zit een vignet. Geen bij de boordschroef. Dat vinden de duikers van de brandweer erg fijn. Geen rondrijdende delen buiten de boot. Ze zitten hoogst vast op het rooster. Jet zuigt het water in de boot in en spuurt het aan de achterkant weer uit, waardoor je net als bij een brandslang eigenlijk die kant op wil. Om te voorkomen dat we dus alleen maar vooruit kunnen, achteruit zit er een emmetje voor, draait de straal om naar voren en kunnen we naar achteren, zoals we dat nu doen. Dit heeft ook een klein beetje een gevaar. Wij kunnen in 27 meter stil liggen van 65 km per uur. Dat gaan we niet doen. Want dan beginnen we namelijk aan de nationale sport buisje happen en dan bent u de handen kwijt. Zijn het dashboardje happen vinden ze ook leuk. En dat plasticje breekt minder snel dan glas. Dat zullen we niet doen. Het voordeel van een jet is met name dus de beweegbaarheid van de boot. We kunnen op een paar meter van iets, ja, bijna een centimeter zou ik kunnen zeggen, kunnen wij manoeuvreren. De achterkant nu ook. Er zit nu eens pak een beetje zoiets tussen. Tussen de jet en de stuurwal. Goed zo. Oefen erop, want het is een beetje zonde om je jet te draaien. Er komt een heel leuk splesje water uit als je het in het kannetje doet. Heb je dat best laat? Dan komt er nog wel weer. Ja! Het duurt nog even voordat we bij de pier zijn. Nee. Wat we aan hebben misschien? Informatie over het pak? Wat zit er al in het pak, hè, Mout? Voordat we hem nu bij. Nou, dan gaan we vertellen. In mijn geval. Ja. Een muts. Oh, andere handen. Nog iets voor over je hoofd. Het is een beetje een kou club. Pas als ik koud ben. Als ik het helemaal erg vind. Ik heb een handschoen. Okay. Ik heb alle binnenvoering er nog in zitten. De wintervoering. Door NASA, dus dat kan ook dus de atmosfeer. Hij is luchtdicht. Gelukkig voor jullie. Gelukkig voor mij. Af en toe lekker zweten.
elke pak wordt apart gemaakt voor zo. Elke pak is toen we deze van nieuw kregen. Handjes vast trouwens. Ze zijn speciaal voor ons gemaakt. Ja. En het... ja. En wat maakt die pet ook? Hij zit krijg je dat allemaal overheen. Nou. Ach ja. Tenzij je nog een douche. Nee, je hebt nog eens gedaan. Warken was het net al wat erger nog. Sorry? Warken net was al wat erger. Ja, die had ja. Dat de boot. Juist. Maar daar kan de huis er ook wat van hoor, die is ook wat smaller. Deze heeft nog een paar van die extra... Ja, die tweede boot van Warken. Heb je dat? Ja, met achteruit varen. Als je in de Atlantic vaart, kun je er echt garanderen dat je dat doet. Ja, ik heb erin ge... Thank you.
Dus gewoon niet vasthouden. Dan hier, hè? Wil je zelf? Ja! Oké. Okay. Is het goed? Zo kan het ook. Ja, goed. Hou jezelf vast. We staan in Den Helder en rennen we in Rotterdam. Ja, Den Helder, Rotterdam en Klopt de Harlingen en tegenwoordig Rotterdam. Alle weken eigenlijk niet. Zo preventief zijn jullie dan? In de zomer zijn we vaak nog wel een beetje preventief. Dan hebben we gewoon vrije tijd en dan zeggen we gaan met water. Het is dus niet alleen dat Thank you.
39. Ja. Dat is de zware klasse van de twee die ze hebben. Dit is de... Defensie, die vindt vaak s'nachts. Dit is de Autorista Westland, die van Defensie is NH90.